Ja, soms gebeurt er iets en de externs en wat heel veel invloed kan hebben. En uh, ja, de kunst is om daar dan toch eigen regie in uh, te nemen of te houden. En uh, ik zeg niet dat ik dat allemaal perfect doe, maar ik wil wel graag een persoonlijk verhaal met je daarin delen. Een week of tien geleden uh, kreeg ik een niersteenaanval. Nou, dat voor degenen die dat weten, niet prettig. Heel erg pijnlijk. Uh, ik, weet, ik wist dat, ik heb dat wel vaker gehad. Oh, is dan tijd terug trouwens, echt al jaren. Maar, um, uh, dus dat had ik. En sinds die tijd heb ik wat rood, rood uh, is, is mijn urine rood. Ehm... Um, Soms wat meer, soms wat minder. Soms is het helemaal weg. Maar uh, het komt ook elke keer weer terug. En ja, ik had zoiets van, nou, dat is een steen die in de blaas zit. En die moet gewoon even passeren. Dus uh, maar ja, goed, dat duurde maar en dat duurde maar. En op een gegeven moment werd het weer wat roder. En toen verzon ik van, nou, ik uh, voel toch om dit even naar de huisarts te brengen. Om eens even te kijken wat het nou is. En. Uh, dus ik had het meegenomen en ik kom daar en nou, zegt ze, dat, uh, dat is al weg. Want uh, dat moet je vers aanleveren. En uh, ja, het is twaalf uur geweest en dat doen we altijd uh, in de ochtend. En dan komen ze dat om twaalf uur ophalen. Dus uh, ja, dan moet je morgen maar even terugkomen. Ik zei nou, ja, ik heb nu uh, waarschijnlijk wat bloed in de urine. En dat is niet altijd zo. Uh, nou, dus toen heeft ze toch zelf even nagekeken. En, ehm, uh, heb je wat bijzonders gegeten of zo? Want uh, er zit heel veel suiker in en heel veel ketonen en zo. En, uh, mogen we jouw uh, bloed ook even prikken? Ik zei, ja, hoor, dat mag wel. En, uh, dus, ehm, uh, nou, dus dan hebben ze suiker uh, getest. Uh, Korte termijn suiker en lange termijn suiker. En dat was bij de Off the Charts. Nou, toen hebben ze de bloeddruk ook gemeten en die was ook off the charts. Dus uh, nou, toen kreeg ik uh, een gesprekje, gelijk maar even. En uh, de indicatie was, uh, ja meneer u heeft uh, diabetes type 2 en uh, met dit soort waardes, uh, dat is uh, levensgevaarlijk. Uh, dan hebben mensen echt uh, hartaanvallen en hersenbloedingen en uh, de meest verschrikkelijke dingen. Dus je moet eigenlijk acuut aan de medicatie, je moet aan de bloeddrukverlagers en je moet aan de suikermedicatie. En, uh, nou, daar zit je dan. En ik had zoiets van, nou, ik vond het niet heel verwonderlijk. Want, uh, ja, ik ben natuurlijk, ik heb echt fors overgewicht. Ik ben, uh, of ik was, ik ben inmiddels niet meer, maar ik was uh, vorige week uh, 118. Uh, en, uh, ja. Dat is gewoon niet goed. Dat, 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 is, dat is gewoon duidelijk. Uh, hè, ik weet onder andere door het bekrachtigen op de koortslip dat het heel belangrijk is om dingen te doen. Om dat even te delen, hè, ik had vroeger wel vaker een koortslip. Uh, of, of niet vaker, maar uh, wel eens een koortslip. een uh, of twee keer per jaar of zo. En. Uh, Sinds ik dat meekreeg in de Crowd van Martijn, hoe je daarmee om kunt gaan, dus dat je bekrachtigingen kunt doen in je lijf. En als ik het innerlijk voel opkomen, zo'n koortslip, en dan geef ik innerlijk de opdracht. Het het, en dan heb ik ook het gevoel dat die koortslip. In energie er niet uitkomt. En dat dat helemaal hè, eruit komt. En dat de, de, de buitenenergie. dat het helemaal gaat etteren en zo. En dan voel ik hem gewoon intrekken. En die command geef ik ook. Dat mijn lijf de stoffen aanmaakt. dat die. Uh, ja, dat die energie helemaal naar binnen gaat en wegtrekt. En dat mijn lijf de stoffen aanmaakt. die die koortslip uh, doen wegnemen. of niet uit laten komen. En dat moet ik echt doen. En echt in gevoel. Want toen ik het een keer. Uh, ook voelde aankomen en toen dacht ik van ja ik weet wel hoe het zit maar toen deed ik het niet ja toen kwam die eruit en uh, dus ik weet hoe belangrijk het is om dingen te doen en ik weet ook hoe belangrijk het is om uh, en dus een structurele levensstijl uh, om daar iets mee te doen en uh, nou daar heb ik dus best wel lange tijd niet alles in gedaan uh, wat verstandig was en uh, nou moet, ik hem als, nou moet ik ook zeggen dat ik heb niet het gevoel dat ik nou vreselijk zit te schransen of zo. Ik ben wel een begondier. Ik hou echt van lekker eten. Ik hou van koken. En, uh, maar ik eet echt wel goede dingen. En nou ja, ik vind zelf niet overdreven veel. Uh, maar um, ja, ik hou me dan soms niet aan tijden. En een tijdje geleden... Ik, had echt, nou, ik, ik kan me niet heugen wanneer ik voor het laatst frisdrank heb gehad. Maar uh, op Tesla uh, was Monique een keer misselijk. En uh, toen herinnerde ik, me, herinnerde ik me van ja, je moet eigenlijk cola hebben. En heb ik dat gehaald. En waarin, Paul, aan misselijkheid ging ook over. Maar ja, er was een paar slokjes en toen was er uh, nog wat over. En uh, dus toen dacht ik: van goh, laat ik eens proeven. En uh, nou, ik vond dat echt uh, alle jezus lekker. <laughs> wat verdomme en uh, heel eerlijk sinds die tijd heb ik uh, nou drie vier vijf zes glaasjes per week uh, genomen uh, of blikjes uh. en uh, nou dat draagt ook allemaal niet bij aan de feestvreugde qua gewicht en zo maar in ieder geval uh, ja dit is het, uh, het geval en dan krijg je zo'n iemand in zo'n witte jas uh, voor je en uh, die dat dan zegt en, uh, dus ik moest aan de medicijnen en zo ik zei nou wat ik voelde he, was, ik was niet verbaasd. Ik denk, ja, dit is, Ik voel ook wel, ik meen ook wel een soort hoge bloeddruk te kunnen voelen. En uh, ja, suiker in de familie. Mijn moeder had ook suiker. En uh, ja, met overgewicht. Uh, ja, niet heel raar. ze zeggen, nou, heb je die symptomen dan ook? Uh, nee, ik, zeg, ik heb niks. Uh, ja, ik voel me prima. Nou, ik vond ze heel raar, want met mijn waardes uh, zou je ongeveer om moeten vallen. En uh, ja, dus dan heb je last van vermoeidheid, heb je last van slecht zien, heb je last van vermoeide benen, uh, nou en nog een scala aan andere dingen. En wat ik eigenlijk het enige wat ik heb is dat ik, uh, eh, ik kon vroeger altijd eigenlijk heel, waar uh, ik een hele sterke blaas, ik hoefde maar één keer of twee keer per dag naar de wc. Maar dat is inmiddels niet meer zo. Uh, dus dat, 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 dat is wel een gevolg daarvan waarschijnlijk. Maar, uh, nou ja. Ik uh, had zoiets van: Nou, volgens mij. Uh, ik ga dat niet. Ik ga er niet in, in dat ziektebeeld. Eh, dat, is een, eh, dat wordt dan geclassificeerd met alles wat erbij hoort. Uh, maar ik had zoiets van: Ja, ik, dit, zijn, dit is een meting. Het zijn een aantal waarden. En. Ja, die zijn niet heel lekker, dus het is aan mij om dat nu op te lossen. En uh, ik, heb, ik weet dat die medicijnen uh, je van de wal in de sloot helpen, in ieder geval de medicijnen die ze mij aanraden. Uh, en uh, ik wil niet zeggen dat, uh, dat alle westerse medicijnen niet goed zijn, en ook niet dat ik nooit westerse medicijnen zal nemen. Maar met deze twee uh, ja, weet ik dat wel toevallig. En, uh, uh, dus ja, ik, heb, ik voelde gelijk van nou dat is fijn, want uh, nu heb ik gewoon een stok achter de deur. En ik heb wel eens vijftig dagen gewatervast en dat, daarna nog wel eens weer geprobeerd. Uh, maar dat lukte me eigenlijk steeds niet. En uh, nu voelde ik van nou nu gaat het gewoon uh, rock solid, gaat het er gewoon af. Ik heb mezelf, met mezelf afgesproken. Ik eet niet weer totdat ik 83 kilo ben. Dus dat is uh, 35 kilo. En uh, ja, dat lukt me prima. Ik denk dat ik ongeveer 70 dagen voor nodig heb. En, uh, uh, dus ik ben nu al uh, een kleine week uh, bezig. En uh, de eerste 5,5 kilo of zo is eraf. En uh, ik heb een hele lijst aan supplementen. Uh, die ik wel neem. Uh, ik heb ook een boekje gekocht van Ande uh, Andreas Moritz, Weg met diabetes. Uh, dat is een heel klein boekje, heel dun boekje. Is uitverkocht bij Fast uh, Succesboeken van Fred Meyroos. En die uh, is alleen nog maar op, op marktplaatsen zo te vinden. Bij bol.com staat die voor 136 euro, mind you. Er zijn nog een paar van 60 of 90 te koop. Uh, en ik heb gelukkig eentje gevonden van 40. Echt zo'n boekie. Maar ik was wel blij dat ik hem had. Uh, en uh, nou, die heb ik gelezen. En daar staan een aantal hele specifieke Heel helder wat erin staat. En uh, ja, ook van ja, je moet eigenlijk gewoon afvallen. En uh, dan gaat die bloeddruk naar beneden. Dan gaat die suiker naar beneden. Nou, sommige dingen vond ik echt wat uh, te ingewikkeld om te begrijpen. Echt medische taal. En daar weet ik er gewoon het fijne niet van. Uh, maar. Ja, de, de hè, wat er. En de conclusies, die, uh, hè, die kan ik prima begrijpen en ook de aanbevelingen. En uh, die, uh, uh, die zal ik ook met jullie delen. Dus ik zal uh, gedurende dit proces van uh, nou ja, dat ik uh, eh, op water ben, zeg maar, en doe ik niet alleen op water, want ik doe dus water en supplementen en ook thee, denk ik. En uh, uh, en ook uh, ontvette en gezeefde bouillon. Uh, niet met gewoon zout, maar met steenzout in dit geval. Uh, en want als je gewoon uh, dat gewone zout gaat hebben, zeg maar. van uh, wat maggie en zo heeft en jozo, dat moet je echt niet hebben. Uh, maar een andere zout is prima: Keltische zout, dat soort dingen. Uh, dus. Belangrijk voor mij is om te voelen uh, en dat ik gewoon niet in paniek raak. Integendeel, ik was eigenlijk best wel opgelucht. Ik had echt zoiets van, nou, wat tof. En nu heb ik gewoon echt een stok achter de deur en die voelde ik ook best wel stevig. Uh, om gewoon die kwaliteit van leven uh, te behouden voor hier. Hè, en dan, ik wil niet zeggen dat ik vrij ben van angst voor de dood. Maar ik kan wel voelen dat ik dit niet doe om niet dood te gaan. Zeg maar. Het is geen angstprikkel. Uh, en. Uh, ja. Dus uh, ja, ik ben lekker bezig. Hè. Ook uh, ben ik uh, gaan sporten. Daar was ik uh, vlak van tevoren al mee bezig gegaan. Ik zwem. Uh, en ik loop daar naartoe, dus een half uurtje daar naartoe lopen, een half uurtje zwemmen, een half uurtje teruglopen. En uh, ik denk als ik uh, 90 kilo ben of daaronder, uh, ik heb wel hard gelopen in mijn leven, dat heb ik altijd heel prettig gevonden, om daar dan weer mee te beginnen. Want dat moet je, ik wil dat nu niet doen, dat met veel te zwaar op de knieën en zo, dat is gewoon niet handig. Maar ik ben dus lekker aan het zwemmen. En. Uh, uh, ja, ik voel me heel stevig in mijn besluit, vandaar ook dat ik dit uh, met jullie wil delen. En, uh, en de resultaten ook uh, af en toe een update van geven. Dus uh, leuk dat je kijkt en graag tot de volgende update.